Nee. Ze toch, we kunnen een bruggetje maken. Lichaam, elektronische sigaret. Ja, het is geen bruggetje voor niks. Nee. Maar goed, ook wel de e-sigaret genoemd. Veel verstokte rokers die stappen over op die sigaret, ook tot hun eigen verbazing. Nou moet er wetgeving komen en nu dreigt het Europees Parlement dwars te liggen. Nou, kan jij vertellen wat er aan de hand is? Nou, het is nog iets ingewikkelder. Het is niet eens het Europees Parlement dat dwars ligt. Er is in oktober een nieuw wet, nou niet, ik zou maar zeggen, een soort van voorbereiding aangenomen. Een aantal, ik zou maar zeggen, uitgangspunten. Die waren redelijk goed. Aanvankelijk waren er namelijk plannen ook om misschien het dampen, zoals het vaak genoemd wordt, om dat of onder de medicijnwetgeving te laten vallen, wat natuurlijk heel raar is, want het is geen medicijn. Nee. Nou, dat is van tafel gegaan en een aantal toch tamelijk goede uitgangspunten. Toen is er een commissie aan de slag gegaan, die zou er echt een voorstel van maken. En dat was tamelijk rampzalig. Voor een deel ook omdat die commissie onder het voorzitterschap van Litouwen is samengesteld. En Litouwen, daarvan drijft de economie geheel en al op tabak. Ja, ja. Dus die waren niet zo geneigd ook om de elektronische sigaret een beetje vrije teugel te geven. Er kwamen voorstellen uit als het mocht niet hervulbaar zijn. Er mocht maar heel klein beetje vloeistof in zo'n dingetje. Ik heb er eentje meegenomen. Ja. Nog niet eens de helft hiervan mocht mee. Je mocht het niet kunnen navullen. En er mocht ook geen enkel smaakje in zitten. Waarom niet? Ja. Om het allemaal zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. Ja. En het hele voorstel was er ook een beetje opgeschreven. Dat kon je wel teruglezen. Ondertussen zijn een aantal van die grote tabaksfabrikanten, die snappen ook wat dat het met roken niet goed meer gaat. En dat elektronisch roken heel populair is. Die zijn met allemaal ingewikkelde gesloten systemen bezig. Dat je niet kunt hervullen. Wat je lemmer kant en klaar. Dus die twee, het voorstel van Litouwen sloot naadloos aan op waar de tabaksfabrikanten mee zijn. Ja. Maar dat is niet wat de dampers willen. Dat is ook niet wat de meeste mensen die overstappen willen. Volgende week is er nu een stemming in het Europees Parlement. Ondertussen hebben die al gezegd, nou, het voorstel van Litouwen, dat gaan we dus niet doen. Er ligt nu een nieuw voorstel, TPD, Tobacco Directive. Daar staan toch heel veel dingen in waar wij erg ongelukkig van worden, wij dampers. Ja. Bijvoorbeeld dat je nog steeds, flesjes moeten echt heel erg klein worden. Alle nieuwe apparatuur, daar moet je een half jaar van tevoren allerlei specificaties voor indienen. Je moet verplicht de gereguleerde afgifte kunnen bepalen. Terwijl je dat bijvoorbeeld met sigaretten helemaal niet hoeft. Nee. Nee. Er mag geen enkele reclame voor worden gemaakt. Allemaal hele rare. En wat het nog ingewikkelder maakt, is dat ondertussen dingen als nicotinepleisters en nicotinekauwgom mag je vrijelijk verkopen aan kinderen onder de 18 en wat ook. Je mag er reclame voor maken, sprays voor in je mond, in de auto, op de televisie. Maakt allemaal niet uit. Dat maakt mag. Allemaal niet uit. Maar en ook niemand die het roept, dat is wel gevaarlijk. En bij dat elektronisch dampen is het allemaal van, dit is erg en het is dodelijk en kinderen en pas toch op. Er zit een hele rare discrepantie in. Wat het nog ingewikkelder maakt is, ondertussen overal zijn toch mensen nationaal in rep en roer, ook van dit is niet de bedoeling. Ook steeds meer artsen toch die zeggen van ja, we willen liever toch dat mensen stoppen met roken. En als ze dan toch nicotine willen gebruiken, doe het in hemelsnaam via het dampen. Het is veel gezonder. Maar hoe gezond, kijk, het punt volgens mij is dat ik op het moment dat ik zeg, nou, je kan rustig gaan dampen, dat is niet zo erg, weet je wel, dan zeggen de mensen nee, er is geen onderzoek over. Nee, er is heel veel onderzoek naar. Wat je uitstoot als gebruik van de e-sigaret is, er is niks meer aan de hand. Er zit een heel vluchtig spoor van nicotine in, maar dat is echt één seconde lang. Zoals ik hier een teug uitblaas. Het ruikt een heel klein beetje. En het ruikt over het algemeen lekker. Mensen, wat ben jij aan het doen? Dat is natuurlijk buiten. Dus, maar het gaat erom van wat gebeurt er als ik het in mijn longen heb. Het is niet helemaal zeker wat aan de hand is. Maar de meeste onderzoeken wijzen erop dat het, als je het op een schaal van rook naar andere dingen doet, dat het het is minder gevaarlijk voor je gezondheid dan suiker. Ja, ja. En nicotine sec, zonder al die toevoegingen die in tabak zit, is niet heel veel ernstiger naar het zich laat aanzien dan cafeïne. Ja, het gaat natuurlijk om kanker. Hè? Ja, maar dat komt niet van nicotine, dat komt van de tabak. Komt van de tabak. Dat komt van de tabak. En van de toevoeging in de tabak. En van de toevoeging in de tabak, maar ja. Dus die nieuwe wetgeving, dat wordt volgende week in het Europees Parlement besloten. Wat het ingewikkeld maakt, is ondertussen allerlei organisaties van dampers hebben zich verenigd. Ja.
Er zijn nogal wat wetenschappers die onderzoek doen. En ook gewoon ook, niet, ik zal maar zeggen, niet gelovigen. Gewoon mensen die SEC wetenschappelijk onderzoek doen. Dat ziet er allemaal buitengewoon goed uit. Een van de problemen is nu dat de wetenschappers zeggen dat hun onderzoeken door het Europese parlement en door die commissies tamelijk misbruikt zijn. Die zeggen, ja, er is geen basis voor jullie opvatting dat dit zo vreselijk gevaarlijk is. Er is ook geen basis om te geloven dat dit kinderen aanzet tot roken. Er is wel een basis om te zeggen dat dit mensen die roken en die daarvan af willen ontzettend helpt. Meer dan al die nicotine onzin en meer dan al die kauwgom dingen en die Alan Carr en wat ook. Dit is er veel effect. Promoot het alsjeblieft. En ondertussen, en dat is wat het veld helemaal ingewikkeld maakt. Ondertussen, de tabaksindustrie die inderdaad heeft gedacht, die merken ook, tabak wordt steeds minder getolereerd. Ja. Die snappen ook, over 10 jaar is dat echt overal uitgebannen. Ja. Die zijn nu echt heel erg hard aan bezig om deze groep ex-rokers in handen te krijgen. Terwijl wij ondertussen allemaal iets hebben van, we zijn juist blij dat we van jullie af zijn. Ja, ja, ja. Ga hoepelen, ja. Doe iets anders. Maar via al die voorstellen, ze hebben ontzettend, ze hebben natuurlijk jarenlang ontzettend goed geolied lobbyapparaat opgezet. Veel van de adviseurs die ingehuurd zijn door het Europees Parlement en door de commissies blijken betaald te worden. De tabaks, het is echt allemaal... Echt waar? Door de tabaksindustrie? Het is allemaal, ja, vreselijk. En daarnaast... leg ook, nog even voor mij... ik snap het wel, maar ik wil toch nog een keer horen. Waarom heeft de tabaksindustrie, die dus de tabak wil verkopen, er baat bij om deze lobby op te zetten tegen de e-sigaret? Nou, ten eerste, ze willen niet dat... Ze hopen het een tijd vast te houden. Tegelijk, ze zijn bezig met een soort van tweesporenbeleid. Aan de ene kant zeggen ze, we zijn niet zo voor die e-sigaret. Aan de andere kant, ze kopen het er steeds meer op. Ze hebben ontzettend veel opgekocht ondertussen. En, opgekocht? Wat opgekocht? Allemaal bedrijfjes. Bedrijven die e-sigaretten maken, En ze zijn met allemaal ook hippe dingen bezig en zo. Zij zijn dus als de dood dat ze over 20 jaar überhaupt geen markt meer hebben. Als de rokers zijn uit, de aanwas van nieuwe rokers is heel erg klein. Dus aan de ene kant houden ze vast wat ze hebben. Aan de andere kant proberen ze dan een nieuwe markt te creëren door de e-rokers erbij te krijgen. De derde speler in het geheel, de farmaceutische industrie, die ook helemaal niet gelukkig is met deze dingen. Die veel liever eindeloos nicotinepleisters, nicotinekauwgom blijven. Ja, dus die is er eigenlijk ook tegen. Ja. Die zijn ook tegen. Dus, en tegelijkertijd, als dampers hebben we nog te maken met allerlei van die gezondheidsorganisaties die in een soort van stuip geraakt zijn. Alles wat in wolkvorm uit je mond komt. Nee, dat gaan we dus niet doen. Dus die roepen dat damp ook heel erg gevaarlijk is en aanzet tot. Terwijl ondertussen toch steeds meer artsen tot de conclusie komen dat dat toch veel en veel beter. En als je nou kiezen moet of iemand rookt of dat iemand dampt, laat ze alsjeblieft gaan dampen. Ja, ja, ja. Maar het Longfonds bijvoorbeeld in Nederland zegt zoiets binnenkamerzaal, maar buitenkamers durven ze dat echt helemaal niet. Waarom niet? Omdat ze dan eigenlijk toestaan dat er rook uit je mond komt. Ja, het kernargument komt erop neer toch. Ja, maar dan komt er een wolk uit je mond en andere mensen denken dat je rookt, dus dan gaan ze roken. Ja. Het is een soort van redenering. Het gekke is, het is een morele overweging die ze maken en niet een wetenschappelijke. Exact, en het komt er ook op neer dat, dat ze bang zijn dat voor imitatie of zo. Maar tegelijkertijd, wie ooit dampen heeft geprobeerd. Ik heb meer dan 40 jaar gerookt. Ik ben van de ene dag op de andere dag gestopt met roken door dit ding. Nou, dat kunnen niet veel nicotinepleisters mij nazeggen. Nee. Ik heb na een paar maanden nog weer een sigaret geproefd. Uit nieuwsgierigheid. En ik had zoiets van, gadverdamme. Hoe kan je, en dat gebeurt dus bijna elke damper, iedereen die overgestaan. Hoe kan je dan zeggen dat dampen aanzet tot roken? Ik snap dat soort redeneringen ook echt helemaal niet. Dus, tegelijkertijd, wat we, in Nederland hebben we een hele rare ontwikkeling. Want tussen heel Europa valt over onder andere een Nederlandse organisatie heen. Wat er nou precies gebeurt is, dat zijn we nog lang niet over uit. Je hebt in Nederland de e-sigbond, die vertegenwoordigt een aantal... De e-sigbond? De e-sigbond, die vertegenwoordigt dampwinkels. Ja, ja. Mensen die het spul verkopen. Die hebben zich aangesloten bij een club die gedragen wordt door de grote tabaksfabrikanten. En die zeggen nu, laat alles maar zoals het is. Die wet met alle nadelen, zoals die, het valt onder de tabakswet, niet meer dan 10 milliliter, of 2 milliliter, niet meer dan zoveel. Alle restricties die Europa erop, zeggen ze, nou, doe maar. Waarom?
Nou, geen idee. Wij vallen dus allemaal van onze stoel. Die TVK waar deze bond zich bij heeft aangesloten. Die claimt dat ze 80% van de markt vertegenwoordigt. En elk uur afgelopen twee dagen zijn er weer mensen opgestaan. Nee, maar niet ons. Nee, niet ons. Nee, niet ons. Wat er aan de hand is, dat snappen we. Het enige wat we kunnen bedenken is, ze proberen kennelijk zich, denkend dat de tabaksindustrie zo'n geweldige lobby heeft, denken van, nou weet je, dan vallen we daar onder. If you can't beat them, join them. Nou, we zijn allemaal een beetje in de war in Nederland, wat er aan de hand is. En ook een aantal winkels in Nederland die zeggen, ja, maar dit is helemaal niet wat mij voor. Hoezo? Een half jaar van tevoren specificaties indienen van nieuwe spullen. Het is een nieuwe markt, het ontwikkelt zich echt als een gek. Er komen elke week nieuwe. Dit ding is 2 maanden geleden uitgekomen. Ja, hoe moet dat? Ja, elke week komen er nieuwe op de markt. Ik weet nog niet waar. We zijn heel erg benieuwd hoe het afgelopen, of aanstaande dinsdag, dan komt die in stemming, hoe het gaat aflopen. Maar vooral, het blijft bizar dat dit onder de tabakswet blijft. Het is geen tabak. Doe het alsjeblieft onder de warenwet. Dat is het enige wat wij de hele tijd roepen. Haal het uit de tabakswet. Doe het onder de warenwet. En natuurlijk controle op de vloeistoffen. Heel goed, heel verstandig. Dat willen we allemaal. En ja, kindvrij, weet je, die beveiligers dingetjes. Ja, een kleuter moet het niet gaan drinken. Nee, maar ja, waarom moet je dit met meer zorg gaan omringen dan chloor en bleekmiddel en spiritus? Ja, precies, dat is idioot. Dat maar wat zegt jou dit over onze maatschappij? Poef. Nou, één ding. Mijn vertrouwen in politiek is niet heel erg groot. Dat heeft wel met heel veel ontwikkelingen de afgelopen maanden te maken. Of afgelopen jaren te maken. Als ik zie hoe onder dampers, die toch iets minder, ik zou maar zeggen, iets minder specifiek met politiek en aanraking zijn geweest. Die lezen al dat wat er nu gebeurd is in het afgelopen Europees parlement, dat een redelijk liberale oplossing voorstelt. De tabaksindustrie die via Litouwen de klauwen erop zet, een heel slecht voorstel wat eruit komt. De e-sigbond die ineens, mensen roepen echt van, dit is een dood. Die hebben allemaal zoiets van, weet je, die hele politiek, jullie kunnen echt allemaal. En er ontstaat een raar soort radicalisering waar ik eigenlijk ook helemaal niet gelukkig van ben. Ja, maar ik bedoelde ook dit. Je ziet in Amerika, zie je dat er staten zijn waar nu de wiet vrij verkocht en gebruikt mag worden. Je ziet 30 burgemeesters die aan opstelten vragen, laat ons alsjeblieft dat vrijgeven. Ja. Dan kunnen we het controleren, dan kunnen we het ook inzetten, dan kunnen we maatregelen nemen. En de criminaliteit neemt af en men blijft er doof en blind voor. En dan komt dit, nou ja, echt onschuldige middel. Ik bedoel, of je daar kanker van kan krijgen, nou, probeer het maar eens één helemaal op te roken. Het is echt idioot. We praten echt over waterdamp met een smaakje. Nou, sterk, we praten over een aantal artsen zeggen, dit is de beste uitvinding sinds penicilline. Ja, het is wat je in de douche gebruikt. Dit is ongeveer hetzelfde. Wat de Nobelprijs voor de geneeskunde moet krijgen. Ja. Zo ontzettend veel mensen die je baat bij hebben. Ja. En wat doen we? Het kapot berichten. Maar hoe komt dat nou? Ik probeer daar wel eens, ik denk, voor een deel is het angst. Wat ze niet kennen, wat de boer niet kent, is het. Wat de boer niet kent, de boer niet kent, vreet je niet. Voor een deel is het, het toont aan hele grote belangen. De farmacie, er wordt echt veel winst gemaakt op die nicotinevervangers en dat soort pleisters. Ja, en je hebt nog pilletjes en wat ook. Het toont aan de belangen van de tabaksindustrie. Daarnaast accijnzen, laten we die niet vergeten. Oh ja, We zitten. Het grappige is, en dat is wat ik zelf echt buitengewoon interessant vind aan de dampen. Het is een soort van grassroots ding. Dit is niet bedacht door de grote industrie. Dit is niet bedacht door een groot bedrijf. Er is een Chineesje geweest dat heeft zitten pielen met dit moet toch anders kunnen. Ja. En het is heel erg gedragen geweest door mensen zelf. Ik heb ook 40 jaar, nou niet, maar ik heb 30 jaar lang wel geweten dat roken ook niet zo verstandig is. Ja. Maar ik vond niet iets leukers of iets beters of iets lekkerders. En ineens. Is het er? En ja, dan, dit is. Maar het wordt zo gedragen door de gebruiker zelf. Er komen zo ontzettend veel vernieuwingen. Ik heb zelf in Nederland een nieuw soort wikmateriaal geïntroduceerd. Heel veel mensen doen nieuwe dingen ermee. En het loopt als een speer. Dat is ook wat het zo leuk maakt. Goed. Mensen die middag thuis organiseren om elkaar les te geven. Hoe maak je je eigen spoeltjes? Hoe maak je je eigen liquid? Hoe doe je dit? Hoe doe je dat? En in die zin, ik bedoel, dat is eigenlijk ook de beste verzetsbeweging die je ooit kan hebben. Nee, ondertussen, we kunnen het allemaal helemaal zelf. En op een gegeven moment hoef je niet. Het wordt een hype. Eén film erover of één popgroep met een leuke clip waarin hij dit gebruikt. Ja. En reken maar, het gaat enorm omhoog.
Mag ik je heel hartelijk danken. Wou je er nog wat over zeggen? Nou, kort. Nee, jouw goede vriend Hans Theeuwen, die bij de WPRO een boete kreeg. Laat Hans Theeuwen alsjeblieft op elk podium gaan dampen. En voortaan op de televisie. Ik zal het hem voorstellen. Zeg het maar. Ik zal het hem voorstellen. Mag ik je heel hartelijk danken, dames en heren. Karin Spaink. Ik heb nog een huis.